It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chessa. Vandaag spelen we een potje Don't Meet Nation op de map Nuketown natuurlijk. We gaan spelen met een wapen die niet iedereen gebruikt, namelijk de Pharao Burster Machine Gun. Wat ik alleen niet aan dit wapen begrijp is, het is een burst wapen, maar hij is automatisch. De logic. Dus hij schiet wel 3 rounds burst af, maar je kan gewoon jouw trigger gewoon inhouden. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat we kunnen gaan doen. We hebben als perks Flag Jacket, Six Sense, Fast Hands en Scavenger. Ik heb ook nog Quick Draw aanstaan en Grip Attachments op dit grip, want die heb ik wel een klein beetje nodig, vind ik. Ik speel... Hij gaat niet dood. Wat een kutwapen. Wow, ik speel sinds gisteravond. Het is nu zondag. Zaterdagavond ben ik begonnen met het spelen met de Pharao. Dat iedereen erover zei dat hij wel pro was. Oh, lekkere wallbang. Let's go. Dus daarom ging ik hem ook maar even gebruiken. En het gaat wel lekker, ja. Let's go. Even mijn UAV inkallen. Even wachten dat die gozer weer naar boven komt. Die komt 100% naar boven. Of niet? Nou, teammate heeft hem al met zijn HCXD. Let's go. Ik heb hem even geturnd terwijl hij een sniper had. Niet zo heel te moeilijk dus. Ik moet even weg hier. Teammate, pak jij die vlag maar. Ik ben wel lekker aan het gaan op dit moment. Ik heb mijn wraith alweer binnen. Even wachten tot we de hete hebben. Want misschien kunnen we wel doorgaan voor misschien een nuclear of iets. Het zal wel mooi zijn. Ik kan er maar niet vanuit ofzo, maar... You never know, weet je. Let's go. Ik kan het altijd proberen. Oei, thanks teammate. Ik moet even ammo hebben. Dus ik moet er wel even op afgaan. Zit ze hier beneden? Ja, dus. Let's go. Als het goed is, niet maar. Losing Bravo. Lost B. Be advised. Hostile care package overhead. We zitten op 20, jongens. Holy shit. Request hater, eyes on. Hostile Hellstorm inbound. Enemies hebben een Hellstorm. Nee, ik ben dood! Ik zat op 25! Fuck, hey, weer een nuclear choke live hier op mijn kanaal. Oh, wat een retard ben ik. Wat een retard ben ik. Waarom ben ik die choke master? Waarom? Waarom ben ik die choke master? Kan iemand me even uitleggen waarom Call of Duty mij altijd moet hebben, weet je? Fucking 25 streak. Weer met een Pharao, een burst submachine gun. Ah, het eerste potje dat ik ermee opneem. Op Nuketown ook. Waar ik vorige keer ook een 27 streak op heb gehaald. Ah. Jongen. Ik kan er echt alleen maar om lachen. Ik zeg, ik ga hier niet eens om reetje, want je kan gewoon niet boos om worden, weet je. Ik ben altijd de lul in dit spel. Ik heb pas 1 of 2 ik heb 2 nuclear gehaald op dit moment. Ongelooflijk. Ah, hij gaat niet dood. Hey, Call of Duty, duimpje omhoog voor jullie, jongens. Het is ook mijn eigen schuld, hoor. Ik zat gewoon niet op te letten, want als ik om mijn hete had gekeken, had ik geweten dat hij gewoon daar kwam met zijn razorback. En niet boven me zat.
Beetje dom dit van me, maar ja, het kan gebeuren wat je in de eerste ronde ook nog eens hebt. We hebben nog een hele ronde te gaan. Dus als we gewoon even ons best doen. Battery down. Kunnen we er misschien nog wel wat van maken. Moeten we nu wel opletten met wat we doen. Dan gaan we daar weer dood op een kut manier. Fuck my life. Ach joh, weet je. We halen nog wel eens een keer live nu. We halen hem nog wel eens een keer live. Geloof mij nou maar. Gaat heus nog wel een keer lukken hoor. Wauw. Oké, let's go. Ik ga weer dood. De eerste ronde hebben wij waarschijnlijk verloren. Zoals je gaat kijken naar de puntentelling. Het gaat niet al te best. Althans. Teammate, er staat een enemy daar. Oké, de eerste ronde is afgelopen. 42-7 in de eerste ronde al. Holy shit, jongens. Waarom ben ik altijd de choke master? Ik zweer. Ik snap niet waarom ik nou gewoon altijd de choke master ben. Gewoon. Ja, ik kill hem bij de way nog wel. Maar ik ben gewoon. Eerste keer op Nuketown, M8-27 streak. Tweede keer nu op deze map, Nuketown. Faro 25 streak. Ik had gewoon dit rustig. Ik moet gewoon, als ik zodra ik op 20 zit. Moet ik me gewoon aanleren rustig spelen. Niet wat ik altijd doe. Te vol op afrij blijf rennen. Dat doe ik. Ik rush altijd. Iedereen die mij kent. Weet dat ik gewoon altijd rush. Tenzij ik echt. Helemaal ook echt. Op een hele erge. Streak ga. Maar dat ga ik at the moment niet. Hij is reject. Oh, ik kill twee man met de auto. Hey, GG, Chester. Woe. Let's go. We moeten even B hebben, want dan kunnen we dit potje nog winnen. Teammate, pak jij B? Teammate? Hallo? Teammate? Nee? Oké. Okay. Dan doe ik het wel. We krijgen nou toch geen melding dat we B aan het pakken zijn. Dus dat is mooi meegenomen. Als goed is heb ik nu gelijk de vlag. Let's go. Hij heeft reject of gebruikt reject. Zie je aan het popje. Dat is nomad. Ik ben weg hier. Kijk, als je eenmaal in die spawn zit met dit wapentje. Holy shit. Ze hebben een raid. Ai. Kom, we gaan hem kapot schieten. Ze hebben ook een Cerberus. Die vreet er achter mij aan. Ik weet het, ja. Nu ga ik mijn score verneuken. Teammate, schiet even die vreet eruit ofzo. Oké, is die vreet kapot? Ja, mooi zo. Lekker gedaan. Nee, hij is nog niet kapot. Hij vliegt weg? Nou. Nah. Ik weet nu wel weg. Nog steeds niet. Oké, nu gaat hij weg. Ik hoor aan het geluidje. Je hoort dan even. Wauw, die rotoren afnemen. En hij heeft nu Cerberus. Nu gaat onze streak zo kut. Als hij dit had gehad, als ik bijvoorbeeld om een 20 streak had gehad, jongen. Pol, dan had ik niet blij geweest. Echt niet. En dan doodgaan door zijn Cerberus, weet je. Dan ga ik hem liever dood als. Ook net dood ben gegaan. Als er een Cerberus hoor. Geef ik je gewoon eerlijk toe. Ze hebben weer een Wraith. Hey, wat is dit? Wie had steeds die Wraith in hun enemies? Laat die uit de care packs ofzo, let maar op. Ja! Ah! Oh, ik was gestukt. Wie heeft nou die killer Brad weer? Lekker teammate, schiet hem neer. Let's go, flywater assist ofzo. Wauw, hij zit op dat bed, man. Wauw, hey. Ga lekker ergens anders in een bed liggen. Ga naar je chickie toe. Oh, wacht, die heb je niet. Oh. Je bent even geoond. Wauw, die geus was wel heel erg slecht.
Wow. Oh, ik dacht dat het er al echt al heel lang stond. Wauw. Wat ik gewoon kan zeggen, eerste helft ging fucking goed. Tweede helft ging fucking kut. Ga nou weg, jongen, je kut sniper. Ik ga alleen nog maar dood. Ik krijg geen concentratie meer ook. We hebben net gewoon in één ronde 42 kills gehad. En we nu gewoon pas 58 kills erbij. Tja. Kom maar. Ah, ik ben de M-highlight. Ik kom deze bij mijn woorden. Ik was mijn M-highlight er nu ook gewoon al erg gelijk kwijt. Ah, fuck my life, jongens. Waar zit hij boven, of niet? Waar zit hij nou? Jammer, joh. Daar kom je niet helemaal bij met je puffelier. Puffler. Let's go. Dubbel kill met de Farao. Oh. Het potje is bijna voorbij. We hebben een fucking nuclear gechoked. Ja, want dat kan. Alleen die Onkel Chess is zo goed. Ik ga mijn eigen song bedenken, jongens. Hé, wat zeg je daarvan? Ik ga mijn eigen song bedenken. Kom op, nog 8 seconden of zo. Dus het potje afgelopen. Ah, ik ga nog één keer dood. Ik heb wel long battle nog. Potje is afgelopen. Oh, waarom moet ik nou weer fucking choken, jongens? Ik choke echt alles. Ik choke echt letterlijk alles wat ik in deze game kan choken. Ik heb wel een kill chain gehaald, want dat hebben jullie in de testvideo gezien. Maar mocht je vanuit van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Als we 60 likes kunnen halen, helemaal toppie voor de choke master die hier zit. Dus, jongens, tot de volgende keer. Tja, doei!